Met het Rijkswaterstaatprogramma Kustlijnzorg houden we de Nederlandse kust in topconditie. Daardoor blijven we beschermd tegen de zee. Maar we zorgen ook voor een goede balans tussen de verschillende functies van de kust. Zoals veiligheid, natuur, economie, drinkwaterwinning en recreatie. In De Kust Van duiken we in de persoonlijke verhalen achter de verschillende facetten van kustlijnzorg. Het is hier natuurlijk de ruimte, de uitzichten, de frisse wind. Het mysterieuze van de zee, er ligt er een plas water. En er gebeurt daar zoveel onder water wat wij niet zien. En dat is een heel systeem. En daar leven allemaal interessante bodemdieren en vissen en vogels die daar weer van eten. En ja, om dat te snappen en dan ook de invloed van de mens daarop te snappen, ja, dat is mijn passie. De kust is voor mij een plek om vaak te komen en om graag te komen. En bijvoorbeeld ook om hard te lopen. In mijn studie heb ik ook al een combinatie gemaakt tussen ecologie in Wageningen. Maar daarna ben ik gepromoveerd bij waterbouwkunde in Delft. En dus die combinatie van waterbouwkundige ingrepen in de natuur, maar ook hoe je bijvoorbeeld natuurlijke processen zoals duinvorming en dergelijke kan helpen om een oplossing te zijn van jouw probleem. Hoogwaterveiligheid of stranden opspuiten, hoe de stranden daarin helpen. Dus die combinatie van waterbouwkunde en ecologie, die heb ik in mijn studie gelegd. En ja, daar maak ik nu ook mijn werk van. Ik kijk er van twee kanten naar. Ik kijk enerzijds naar de effecten van dit soort waterbouwkundige ingrepen op het ecosysteem. Dus de effecten van zandwinning op zee en de effecten van het suppleren hier op het strand. Ik kijk ook naar baggerwerken, naar havenaanleg, naar kwelderbouw en dergelijke voor hoogwaterveiligheid. En daar komt dan ook weer de combinatie in terug. Dus het is niet alleen de effecten van een ingreep op de natuur, maar ook, en dat heet dan nature-based solutions, hoe kan die natuur ons daarbij helpen? Het programma Kustlijnzorg ben ik en mijn collega's natuurlijk betrokken bij die gevolgen van kustsuppleties, strandsuppleties, vooroeversuppleties, voor de gevolgen op de natuur. Met de bedoeling om dat zo goed mogelijk te kunnen plannen. Hoe vaak wil je terugkomen op een bepaalde plek, zodat de natuur weer de tijd krijgt om te herstellen. En daarbij onderzoeken we dus de bodemdieren hier in het water. En we onderzoeken de vissen die hier leven. Want het is ook nog eens een heel belangrijke kinderkamer, onze kust. Heel veel vissen die groeien hier op. Daar leven er ook wel allemaal vogels van. Dus dan kijken we ook naar de verbanden tussen zandsuppleties, bodemdieren, vissen en vogels. Ja, zo kijken we naar het hele ecosysteem om dat zo goed mogelijk te plannen. Er is niet echt een project waar ik het meest trots op ben. Ik ben misschien trots op het feit dat we hier op deze manier in Nederland zo zorgvuldig omgaan met de natuur. En dat we op zoek gaan naar die oplossingen. We zijn natuurlijk in Nederland een land van de waterbouwkunde. Maar nu zijn we ook een land van die nature-based solutions in de waterbouwkunde. En laten we de rest van de wereld zien hoe je dat hier kan doen. Ja, daar ben ik wel trots op dat we dat daar in Nederland mee bezig zijn. En dat Rijkswaterstaat daar ook zo mee bezig is. Nou, voor mij betekent een gezonde kust natuurlijk in de eerste plaats een gezond ecosysteem. Met ruimte voor alle dieren en planten. Maar daarnaast is een gezonde kust natuurlijk ook gezond voor de mens. De schone lucht hier, de frisse wind, het mooie uitzicht. Dat is ook iets wat mensen blij maakt en waarom er ook zoveel mensen naar de kust trekken. Mijn toekomstvisie voor de kust en het klimaat is dat ik toch hoop dat we in staat zijn om de zeespiegelstijging beperkt te houden in de eerste plaats. Want als dat zo is, dan kunnen we ook ons beperken tot het voeden van de kust met zand. En er zijn allerlei andere hele grote ingrepen, zoals het bouwen van enorme dijken voor de kust of dammen of het compleet afsluiten van de Waddenzee en dergelijke. Dat is dan niet nodig als we het maar beperkt houden. Dus zet je vooral in voor dat klimaat.